15 november 2019. We zijn bij Henk de Groot, Hardenberg. Als zoon van de familie de Groot in Zuid-Laren. Uw vader en moeder zaten in het verzet van Dennenoord. Ja, dat klopt. Uw vader was verpleegkundige op Dennenoord. Ja, en mijn moeder ook. Ze waren beide tijdens de oorlog verpleegkundige. Ja. Kunt u vertellen hoe zij zo in het verzet terecht waren gekomen? Verhaal uit 1935 beginnend. Nou, de oorlog brak in 1940 uit en ik heb eigenlijk nooit het motief vernomen van mijn vader en moeder totdat plotseling onderduikers in ons huis kwamen. En het werd niet verteld waarom die mensen bij ons waren. Of ze moesten vluchten of moesten onderduiken omdat ze moesten vluchten voor de Duitse bezetting. Ze waren dus in ons huis. En wanneer er gevaar was van razzia, dan doken ze onder in de schuilplaats die in ons huis was. En we hebben nooit geweten als kind waar dat was. Dat was midden in ons huis, in twee dichtgespijkerde kasten, waar je kon binnenkomen door een plank op te wippen in de kelder. En er konden 7 mannen staan. Daar zat ook de radio waarna geluisterd werd. En ik denk dat wij de Jood in huis hebben gehad meer dan 1,5 jaar. Hadden uw ouders bewustzijn van het gevaar waarmee dat voor het gezin inhield? Wisten zij de risico's? Ik denk dat zij dat niet voldoende hebben ingeschat, want er waren al 5 kinderen in huis en de 5 huizen waar wij woonden, in dat rijtje, daar waren totaal 25 kinderen en wij zijn nooit geïnstrueerd om de mond te houden over wie in ons huis waren. Je wist het gewoon, je hield je mond en het leven ging gewoon door. Wij aten in de oorlog ook roggepap en we hadden wel een groentetuin waar vader veel in verbouwde en we hadden fruitbomen waarvan dus fruit in huis werd gebracht. Het risico van in het verzet te zijn. Ik heb het eigenlijk nooit van mijn ouders vernomen. Ik denk meer dat zij het christenplicht ook op zich hebben genomen. Zo van, wij zijn vrij en wanneer een ander de vrijheid wordt benomen, dan zullen wij die mensen helpen door ze in ons huis op te nemen. En hoe Willy Braaf bij ons in huis is gekomen, ik denk via Arnold van Wering. Die organiseerde het allemaal door een grote kop zeg maar, van Noord-Nederland heen om adressen te verzamelen waar mensen kunnen worden ondergebracht in de onderduikperiode. Willy Braaf, zo heette die meneer? Ja. Willy Braaf en zijn vrouw was Ali Braaf Meijer. Ali Braaf Meijer was ondergedoken bij de familie Popping achter het Stichting Dennenoord. En in die periode dat ze hij bij ons was, ging hij s'avonds door het Korenveld. Na spertijd ging hij door het Korenveld en dan kon hij achter Dennenoord komen. En zo hebben ze nog contact met in de oorlog met elkaar gehad. En is Lien geboren, een maand voor het eind van de oorlog. Dat was heel indrukwekkend, want het kind moest worden aangegeven. En daar heeft dus Arnold van Wering voor gezorgd. Want je kunt met zo niet een kind krijgen en dat het niet aangegeven wordt. Dus Lien, hè, die is genoemd dan naar Eline uit de familie van Stadskraal. En naar Van Wering, Arnolde en Gene, mevrouw Van Wering. Ja, ik heb nog heel veel contact met haar. En ze vindt het heel indrukwekkend dat ik mij nog zo bemoei met de oorlog. Ik heb dat altijd heel geweldig gevonden om heel veel met de oorlog bezig te zijn. Ook hoe mijn ouders daarin stonden. Daar hebben ze nooit iets over verteld. De oorlog was voorbij. De Jood was weg. De onderdrukkers waren weg, de kasten gingen weer open en het leven ging normaal gegaan. Heel vreemd dat je nooit een naoorlogse periode hebt gehad om dat nog eens te bespreken of te beleven. Heeft u daar verklaring voor? Of hoe verklaart u dat? Daar heb ik geen verklaring voor. Ik heb het idee dat mijn ouders gewoon gezegd hebben van, het is voorbij en wij gaan het leven weer oppakken zoals het nu verder gaat. Mijn vader is dus eerst nog na de oorlog een tijd in militaire dienst gebleven. Hij was ordonnans, reed op een
Harry Davidson, 750. En hij is nog sportinstructeur geweest in een militair kamp in Hooghalen. En daarna kwam hij weer op Dendenoord. En hoe lang die periode van militaire dienst geweest is, dat is mij nooit duidelijk geworden. Maar plotseling ging hij weer gewoon in zijn drie ploegendienst in Dendenoord draaien. Morgendienst, avonddienst en nachtdienst. En dat was dan meestal diensten van een week. Welke periode heeft hij op Dendenoord gewerkt? Wanneer is hij gekomen en wanneer is hij vertrokken? Hij is in dienst gekomen op 30 juni 1928. Ze zijn getrouwd op 6 augustus 1935. En vader heeft gewerkt 40 jaar lang. Hij is in 1968 met pensioen gegaan. Dat kon toen. 40 dienstjaren ging hij met pensioen. En moeder is in de verpleging geweest op Dendenoord totdat ze trouwde. Dus ik denk iets van 1908 of 1929 tot 1935. Hoeveel onderduikers had u in huis? Er waren soms wel 7. Maar de vaste was toch wel Gerrit, waarvan ik de achternaam niet weet, en onze Jood Willy Braaf, die we de oom de Kees noemden. Weet je ook iets te vertellen over het dagelijks leven? Ik hoorde je vertellen over rode kool. Over... Ja, Willy Braaf die had suikerziekte. Dat was dus heel erg. Als je dus als moeder in het gezin moest koken en die moest daar rekening mee houden, dan was er altijd iets van, dat mag oma Kees niet hebben. En dat is een keer gebeurd met rode kool, dat mijn moeder dat klaarmaakte. En dat hij zei van, en dat mag ik niet hebben. Toen heeft mijn moeder de slof van de voet genomen en achterna gegooid. Smerige kerel, ga naar boven, je krijgt wel wat je hebben moet. De oudste was dan 36, dan kwam ik van 1938, dan kwam ik van 40, 42, 44. Dus om de 2 jaar werd er een kind geboren. Allemaal jongens. De 6e was een meisje en de 7e was weer een jongen. Maar die zijn ver na de oorlog geboren. En de ouders zijn toch ook geëerd voor het werk wat zij gedaan hebben in 2014. Dat is altijd stilgezwegen. Het schijnt, dat zeggen mijn broers, die nemen met kwalijk dat ik het gedaan heb, dat mijn oudste broer erachteraan is geweest. Ik heb daarvoor een telefoongesprek met mevrouw Beekman gehad in Jeruzalem. En ze heeft mij pertinent beweerd van, uw broer Jan heeft nooit een aanvraag ingediend voor de postuum onderscheiding voor uw ouders. Ik heb dat dus in 2013 in werking gezet via Herman Braaf, de oudste zoon van onze onderduiker, die woont in Israël. En die heeft dat bij mevrouw Beekman aangekaart in Jeruzalem. En zo is de boel aan de rollen gekomen. En in 2013 zijn ze bijgeschreven op de muur van Yad Vashem. En in 2014 is de onderscheiding uitgereikt aan mij persoonlijk in de synagoge in Utrecht. Door iemand van de Joodse ambassade. Het was heel indrukwekkend. Wij waren daar met ons gezin. Ik had een teamkaart gekocht voor de trein. Dus... onze kinderen en kleinkinderen zijn allemaal erbij geweest. En ik had ook Lien uitgenodigd, de dochter van onze onderduiker. En die heeft het zeer gewaardeerd om ook mee te kunnen. U had ook iets verteld over de sfeer tijdens de oorlog. Dat er allemaal gezinnen naast elkaar wonen. Waar woonde u in Zuidlaren? Wij wonen in Zuidlaren en de verlengde Tienlandsweg op nummer 35. En zowel links als rechts van ons stonden 2 huizen. Dus een rijtje van 5 huizen. En er wonen ongeveer 25 kinderen in die 5 huizen. Grote gezinnen, en die hebben nooit geweten dat wij mensen in onderduik hadden. En dat vind ik nu achteraf indrukwekkend, dat wij als kinderen altijd de mond hebben gehouden over wie in ons huis woonde. Op het moment dat je dat beleeft als kind, ja, dan weet je niet anders. Je houdt je mond over wat hier gebeurt en wat hier is en wat hier woont. En hadden we in de oorlog hebben mijn oudste broer en ik roodvonk gehad. Dus er kwam er een papier op de deur, besmettelijke ziekte. Dat was een uitkomst voor onze onderduikers, want die hadden dan vrij spel om s'avonds een keer gezellig bij elkaar te zitten in de voorkamer. In de voorkamer stond een divan en verder stonden geen meubels, want mijn vader en moeder hadden de meubels weggegeven aan evacuees in Zuid-Limburg. En dan kwam het ameublement van de voorkamer kwam in de achterkamer, want we moesten toch kunnen zitten eten. En in de voorkamer bij de divan stonden planken uit de kast van het halletje dat gebruikt werd voor de onderduikplaats. En mijn broer en ik gebruikten die plank als glijbaan. Nooit wetende dat die plank uit die kast kwam.
En dan was je 6 weken ziek. En na 6 weken roodvonk moest je midden in de zomer nog met een winterjas aan om voor het eerst weer naar buiten te kunnen. Dat was toen zo. Tegenwoordig is het een spuitje en het is over. En later, dat was na de oorlog, kreeg een tante van ons ook roodvonk. En die heeft er bij ons in huis uitgezikt, want ja, de besmetting voor ons was voorbij. Maar de onderduikers die liepen dus niet vrij door de woning? Nee, die ome Kees was praktisch altijd boven op de slaapkamer. Een enkele keer kwam hij beneden en dat bleek dus uit een rode koolverhaal, maar verder was hij altijd boven. En hij ging s'avonds na spertijd wel naar zijn vrouw, bij de familie Popping, achter Dennenoord. Was dat niet gevaarlijk? Jazeker was het gevaarlijk. Het is onvoorstelbaar dat mijn ouders dat risico hebben genomen, terwijl er elke 2 jaar een kind kwam. En heb je in 1944, als de oorlog op zijn hoogst is, met de bezetting in Zuid-Laren door meer dan 1000 Duitse soldaten, waarvan het gevaar zo groot is dat er ontdekking komt, dat het besef er niet geweest is. Bij oma Kees ook niet. Die ging gewoon de deur uit en dan liep hij door het korenveld en dan ging hij naar zijn vrouw in de zomer. Terwijl het nog wel, ja, gevaarlijk was om zo bij pad te gaan. En toch is het gebeurd. En dat risico is kennelijk nooit onderschat, in die zin van, het is altijd goed gegaan. Gaat het vandaag goed, dan gaat het morgen misschien ook weer goed. Wij werden ook gewaarschuwd door onze ouders voor het luchtafweer. Het luchtafweer stond aan de Bovendiepen, dat is achter de kerk. Ik weet niet of dat nog zo heet. Heet dat nog zo? Bovendiepen, dat is het straatje van Kruidenier Odolfi, achter de gereformeerde kerk langs. En dan woonde daar eerst op de hoek Odolfi, dan kreeg je een wit huisje. Daar woonde later Van der Heijden, dan kreeg je mevrouw Venema, dat was de eerste vrouw die kanker had, waarvan we als schoolkinderen konden zien dat zij helemaal inteerde. Dan kwam familie Senneker, die had een aangenomen dochter en eigen zoon. Dan kwam familie Bijmolen, dat was de koster van de vrijgemaakte kerk. Dan kwam familie Mennen, wat die man deed weet ik niet. Dan kwam familie Dijk, dat was de koster van de synodale kerk. Dan kwam Opel Koning, die had een gezinspatiënt, dat was een vrouw. En dan kwam het Vrije Veld en dan kwam de vuilnisbelt uit achter van dat Bovendiepen en daar stond het luchtafweer van de Duitse soldaten. En als dat ging, dan werden we altijd geïnstalleerd thuis van, dan moet je in een sloot gaan liggen. Dus af en toe dan werd er geschoten naar boven. En dan wist je het van, nou, kruip maar in een sloot, waar ook. Sloten waren meestal droog. Dan had je een veilige plek. Er werden ook razzia's gehouden. Ja. Heb je er ooit even toegehakt? Ja. We hebben in één keer heel bewust de razzia meegemaakt. Wij sliepen op de voorste slaapkamer in 2 grote tweepersoonsbedden met 4 jongens. En er was een kast onder het schuine dak. En één keer met de razzia kon onze onderduiker, onze Kees, niet meer in de schuilplaats komen. Die stond in de kledingkast met de deur op een kier. Dat was voor ons een verschrikking. En na de oorlog, ook nu nog, maakte het op mij een ongelofelijke indruk dat we er dan allemaal aan hadden kunnen gaan. En waren weggevoerd naar de concentratiekamp. De Duitsers waren toen in uw huis. Ja. Ja, ik denk een stuk of 3, 4. En dan hoorden ze de trap opstampen. En dan hoorden de slaapkamer deur opengaan. En dan hoorden ze roepen, zijn hier Joden? We hadden geleerd van vader en moeder, nein! Nooit meer. Dat is, achteraf gezien, is dat heel indrukwekkend geweest. Onvoorstelbaar dat je een onderduiker hebt die met zijn leven aan de zijden draad hangt en tegelijkertijd hangt ons leven ook aan de zijden draad. Als heel gezin, een vader en een moeder met 5 kinderen, in 1944, toen de oorlog eigenlijk op zijn hoogst was. En dan heb je in het buitenland allemaal de geruchten van de Duitsers worden hier overwonnen en daar overwonnen en dat wij nog volop in de oorlog zitten. En dan komt 13 april in Zuid-Laren de bevrijdingsdag. Daar rollen de Canadezen over het bruggetje van Zeegse Zuid-Laren binnen. En dat bruggetje hadden de Duitsers niet op laten blazen, want ze dachten, daar komen ze nooit over. En als ik nu met mijn kinderen naar Zuid-Laren ga, ga ik altijd over die brug. En dan zeg ik altijd nog van, dit is de brug waar de Canadezen naar binnen kwamen. En dan in de Drentse Aa leerden wij zwemmen, vlak na de oorlog. Met Miedema, de kapper van Zuid-Laren, van Dennenoord. En dan leerde hij ons zwemmen, de handen in het gras en de beenslag leren. En als we dan konden zwemmen in de Drentse Aa, dan gingen we daarna naar het zwembad. Dat was iets verderop aan de Schipmorgweg.
dat zijn nog wel weer aardige herinneringen. Hadden jullie voldoende eten in huis, met die onderduikers ook? Er werden, mijn moeder kreeg bonnen van de distributie. Ja, een keer overvallen op postkantoren en op gemeentehuizen waar bonnen opgeslagen waren. En dan had je altijd bonnen genoeg om levensmiddelen te kopen. Maar we hebben in de oorlog ook roggepap gegeten. En dat was een onaangename droge smaak. Maar we hadden in huis, bij ons huis ook een grote groententuin waar vader allerlei groenten verbouwde. Aardappelen, bieten, bonen, snijmoes, snijbiet, postelijn. We hadden fruitbomen met zure appels en zoete appels en perenboom en een kersenboom en een pruimenboom, waar dus genoeg fruit van kwam elk jaar. En we kochten onze aardappelen bij Oosterveld op de 50 Bunder. Dat was de hoge zandgrond, dat was altijd een prima aardappel. En dan werd het in de kelder opgeslagen. Er was geen riolering in Zuid-Laren destijds. Er was een sloot voor ons huis. Aan de overkant van de weg was ook een sloot. En in de herfst of in het voorjaar, dan overstroomde alles en dan kwam het water naar de laagste plek in de straat. En het was bij ons huis, dan stond meestal een halve meter water in de kelder. Waardoor je mat dus zorgen dat de aardappelen boven water bleven. Ik heb één keer beleefd, het verhaal van na de oorlog, dat ik met twee kinderen moest wandelen in de kinderwagen van vroeger. En had je in het midden een plankje, daar kon je de luiers in leggen, het plankje ging eruit en er zat er één met de rug naar me toe en één met het gezicht naar me toe. En dan ging ik met z'n wandelen en dan ging ik door het poortje bij Dennenoord, bij Boer Bouwers. Daar had je het grote hek, dat was altijd op slot. En het kleine poortje daarnaast, daar kon je met een fiets door en met een wandelwagen. En als je dan je afzette, een beetje schuin van omhoog, dan kon je het poortje door en dan kon je met een kinderwagen, kon je freewheelen, kon je zo naar binnen. Ik had het verkeerde been afgezet en de kinderwagen schoot op kop in de sloot van Bouwers. Dat was een open riool. Ze waren pikzwart en spekglad. Ik stapte erbij in en ik heb ze allebei opgevist. Ze gleden me altijd bij de hand en nog eens een keer onder. En dan heb ik heel hard geroepen, kwam boer Bouwers met een hooivork eraan om ze een beetje uit de sloot te helpen. Het was midden in de zomer. Gingen jullie dus ook om met de andere mensen uit het verzet? Ja, ze gingen heel erg hecht om met familie Van Wiering. Daar waren ze erg mee bevriend. Familie Groen, ook echt verzetmensen. Onder andere, dat waren wel echt de twee gezinnen waar ze heel veel mee omgingen. En als kinderen hoorde je natuurlijk niet iets wat er gebeurde, waar ze mee bezig waren? Nee, het was altijd stilzwijgen. Want het hele werk van Arnold van Wering bijvoorbeeld, dat hoorde je na de oorlog. Hij fietste naar Stadskanaal om mensen op te halen achter op de fiets. Wat voor risico dat inhield. En zo zijn ook de onderduikers bij ons huis gekomen. En dat hij dus aangifte deed toen hun dochtertje geboren is, Lien, omdat aangifte op het gemeentehuis, dat er een dochter geboren was, een Jodin notabene. En dat dat geheim moest blijven. Want waar was Lien? Ja, Lien was bij familie Popping in huis als babytje. En die is daar ook grootgebracht en gegroeid. En de familie Popping is dus ook onderscheiden door de Jan van Sjem. Was dat voor jullie als kinderen ook een imponerende tijd, die oorlogstijd? In zekere zin wel. Er waren toen nog geen dubbele ramen. De Duitsers gingen altijd naar de Strubben, achter Dennenoord, om daar te oefenen overdag. En dan liepen ze bij ons voor het huis langs en dan stonden we als kinderen langs de weg. En dan werden we één keer getrakteerd door twee jonge Duitse soldaten op oranje snoepjes. Dat was heel verpand. En we zijn met die Duitse soldaten ook op de foto gekomen. Dat fotootje is weg, dat spijt me heel erg. En dan gingen ze s'avonds weer terug naar het sanatorium. En dan riepen ze heel hard van massé. En dat vonden we verschrikkelijk, want dan kregen ze massé. Dat is druivensuiker wat in koek gebruikt wordt. Maar dat riepen ze niet, dat riepen ze housé. En dat hebben we dus nooit goed begrepen. Kijk, zie je wel, zij krijgen weer massé. En wij krijgen niks. En dat was, ze liepen dan bij ons voor de deur langs. Honderden. Om daar in die Strubben oefeningen te gaan doen. Ze bleven altijd actief, die Duitsers. En dat heel Dennenoord werd gechatterd. En de school, dat je dus in andere gebouwen naar school moest, dat was heel indrukwekkend. En dan als de oorlog voorbij is, dan trekken ze door Zuid-Laren richting Duitsland. En dan mochten ze geen haak en kruis op hun uniform hebben. Als ze dat wel hadden, dan stond er bij de ingang van het sanatorium
een Canadees met een zweep in de hand. En die sloeg net zo lang tot hij het hakenkruis af had. Eén keer is het gebeurd dat we dat als schoolkinderen die uit school teruggingen naar huis, dat we dat hebben gezien. Een Duitse soldaat zat achter op een wagen en die had nog een hakenkruis of op zijn uniform of op zijn pet. En heeft net zo lang geslagen tot die Duitse soldaat dat verwijderd had. En dan moest hij dus lopend verder in plaats van op die wagen zitten. En we moesten altijd oversteken. Als we van school kwamen, liepen we naar de rechterkant van de weg. En dan kwamen al die Duitse soldaten tegen. En bij de verlengde Tienlandsweg moesten we oversteken om naar huis te komen. Dan hield een Canadees de hele troep tegen. En dan mochten wij oversteken. Dat hebben we altijd als een triomfoversteek beleefd. Dan moesten al die moffen voor ons stoppen. Dat beleefden jullie ook zo als kind? Dat beleefde je als kind, beleefde je dat. Die hele troep stond daar voor je stil en dat drong eraan en dan staken we als kinderen over. Dat was een heel mooi moment in de oorlog om een soort overwinning als kinderen te hebben. Ja. En hoe verklaart u dat? De Duitsers waren toch de tegenstander? Jazeker, toen was de oorlog enkel al aan het eind. Want de Canadezen waren al in Zuidlaren, dus dat was na 13 april. Dan gaat die hele troep Duitsers terug naar Duitsland. En die worden afgevoerd als krijgsgevangenen. En als kinderen heb je dat toch geweten. En van we zijn vrij. En door de wetenschap van die bevrijding heb je dat als kind ook beleefd op het moment dat je bijvoorbeeld zo ging oversteken. Hè? Op de plaats waar je weer naar huis kon. En dat je dan in vrijheid alles kunt beleven. Kunt u ook iets vertellen over die kerkscheuring in 1944? Ja, dat was. Dat kwam bij de kinderen nooit zo fel over. Mijn ouders hebben daar bewust voor gekozen om met de vrijmaking mee te gaan. En wij waren de enigen in beide families, en van mijn vaders kant en van moeders kant, die met die vrijmaking meegingen. En wij als kinderen werden er met de haren bijgesleurd. In bijvoorbeeld het sturen later naar de knapenvereniging om aan bijbelonderwijs te doen. En wij gingen allemaal nog naar dezelfde school en de synodalen en de vrijgemaakten. En wij werden als vrijgemaakten uitgescholden door de synodalen voor coxianen. Ik liep op klompen naar school en door allerlei pesterijen heb ik een keer een klomp kapot geslagen op de rug van een van mijn vriendjes. En als je een kapotte klomp had, dan mocht je niet meer thuiskomen, want dan kreeg je nog een keer een pak rammel. Dus wat ging je dan doen? Dan zocht je langs de weg naar Peukjes, je putterde de bak eruit en dan ging je naar een van de bedrijven op Dennenoord en dan zette een van de patiënten daar een beugel over je klomp en je had weer een hele klomp voor een beetje tabak. Zo ging dat. Ja, u heeft heel veel verteld nu. Ja, als u nog vragen hebt dan... Ik wil even nadenken. Ik ben heel benieuwd, hoe zag Zuidlaren eruit? Verduisteringsgordijnen, loopgraven? Alles, je had dus loopgraven, die werden ook her en der gegraven, maar alles moest verduisterd worden. Ons huis had zwarte rolgordijnen. Mijn moeder heeft het één keer vergeten, want de bodem van de box waar de kinderen in stonden, die paste precies voor het keukenraam. En één keer heeft ze het vergeten en toen werd er dus op het raam geklopt van de keuken, u moet verduisteren, als het weer gebeurt, wordt de elektriciteit afgesneden. En heel Zuidlaren was dus in het donker gehuld. Ja, en zodra de overtreding was, na een waarschuwing, dan had je geen elektriciteit meer. En waren er ook loopgraven? Ja, er waren ook loopgraven, ja. In de buurt van de Afwiegerschut bijvoorbeeld, achter Dennenoord. En ik denk ook nog wel richting de Strubben. Dat daar ook loopgraven waren. En op Dennenoord zelf weet ik eigenlijk niet. Ik denk het niet. Maar ik weet wel dat ze gegraven werden. Ja. Waren jullie bang voor de Duitsers als kinderen? Of kwamen jullie ze nooit tegen? Ja, ze liepen bij ons door de straat. Maar of er ooit angst geweest is. We werden natuurlijk wel gewaarschuwd voor de razzia in huis. Maar... Of je ooit bang was, weet je wel, heel veel jonge militairen die ook gedwongen werden door Hitler om dienst te nemen in het Duitse leger. En dat je dan twee oranje snoepjes krijgt, dat is toch wel een teken van, dat is het Oranjehuis wat in Nederland regeert. En dat je dat dan frappant aangeboden krijgt door twee Duitse jonge soldaten, waar je mee op de foto gaat.
dan heb je geen angst om te zeggen van ik doe het niet of ik wil het niet of ik ben bang van dat er iets gebeurt. En er zijn heel veel verpleegsters, hè, op Dennenoord. Ik kan mij ook voorstellen dat die ergens wel gecharmeerd waren van die Duitse soldaten. Er was één meisje van familie Leugs aan de Tienersweg. Dat noemden we later een moffenmeid. Die heeft verkering gehad met een Duitse militair. En dat is ook het enige wat ik weet. En die is later getrouwd met een predikant. We wisten dus domineesvrouw. Met dominee van Doorn. Die was predikant in Staphorst en later in Hattem. Hele goede dominee. En zij is daar eigenlijk nooit vrij van gekomen van die titel van moffenmeid. Maar verder eigenlijk niet. En dat was het enige wat ik er weet van. Maar inderdaad, je had dus op heel veel plekken in Nederland dat er moffenmeiden waren. Maar dat was het enige wat ik weet uit Zuid-Laren. En ook NSB in Vloeden? Of ja. Dennenoord? Nee, ik denk niet dat er iets van NSB op Dennenoord was. Als mijn vader in 1928 zijn benoeming krijgt als verpleegkundige in Dennenoord, dan wordt er tegelijkertijd een hele groep mensen aangenomen om in de verpleging werkzaam te zijn. En dan zijn al die mensen gekeurd op een hoog IQ. En als je dan samen naar de opleiding gaat, dan denk ik dat het van oorsprong een hele hechte band geweest is waar nooit gedacht werd over het NSB-schap. Er was een NSB'er in Zuid-Laren, Leideker, op de hoek van de Tienersweg, was een dikke boer. En die heeft ook wel verraad gepleegd. Daar werd ook voor gewaarschuwd. Als kinderen ook werden we daarvoor gewaarschuwd. Denk om die man, want dat is een NSB'er. Ja, heeft u daar, hebben we ook van gehoord dat daar raketten opgeslagen waren? De V2 lag opgestapeld in Dennenoord op de tennisbaan. Wij knipten als kinderen een gat in het hek met een tang uit de schuur en we kropen door het bos op handen en voeten en lagen we ongeveer 5 meter van de tennisbaan af en dan zagen we de V2 daar liggen. Onvoorstelbaar dat je niet weet wat voor effect die apparaten hebben en dat je dan na de oorlog weet van daar is heel Engeland mee gebombardeerd. Hoeveel zijn er die op Londen afgevuurd? En dat je als kind geconfronteerd werd met die apparatuur waarvan de Duitsers op een verschrikkelijke manier misbruik hebben gemaakt. Heeft u ze ook aangevoerd zien worden? Nee. Oorlogsmaterieel? Nee, ze lagen er. Ze lagen er. En wij wisten dat die V2 was. En verder het effect daarvan heb je nooit geweten. Als kind ging heel veel van het echte oorlogsgeweld aan je voorbij. Je was een kleuter, hè. 3 jaar ging ik naar de kleuterschool, dat was dus al in de oorlog. En dan ben je 6 jaar, dat is 1944, dan ga je naar de lagere school. En dan concentreer je eigenlijk op het nieuwe van het onderwijs. Kleuterschool, ja, daar was je als kind van 3 en 4, 5, 6 jaar en dan ga je naar de lagere school. Dan moet je gaan inspannen om te leren. En dan heeft die invloed van de oorlog, is dan minder groot dan dat jij de wetenschap hebt van ik moet naar school. En dat was iets heel nieuws. Om naar school te gaan, dan kwam je in een andere wereld. En dan waren anderen min of meer de baas over jou. Dat ik een juffrouw van de vechten had, die mijn linkshandigheid moest afleren om weer rechtshandig te worden. En dat is mijn leven lang is dat zo gebleven. Ik ben nu nog helemaal linkshandig. Eigenwijs dus. Ja, weet je, dat zou je kunnen zeggen, maar ik ben gewoon linkshandig. Hoe leerde zij u dat? Hoe probeerde ze dat? Stond ze met een rieten stokje achter mij. En dat vernam je niet. En automatisch gaat van je rechterhand de pen weer naar de linkerhand. Dat is haast dwangmatig. En zodra mijn pen of potlood weer in de linkerhand was, dan kwam ze naast me en sloeg me met een rieten stokje over mijn linkerhand. Ik voel het nu nog. Wat een krenk! Verschrikkelijk. Ja. Als de oorlog niet geweest was, was het in uw gezin dan anders gegaan? Wat is de invloed van de oorlog geweest op uw gezin? Ben u groot geworden? Ik denk het niet. Ik denk dat we als gezin gewoon geleefd hebben in de oorlog zoals het gegaan is. En dat het geen nadelige gevolgen heeft gehad op de gezinssituatie.
Elke 2 jaar werd er een kind geboren. En ja, dan zeg je achteraf, dat was heel gewoon. Maar dat was in alle gezinnen in de straat zo. Overal werden kinderen geboren. En de normale leefomstandigheden waren wel van die maat dat je zegt van, ja, wij aten ook roggepap in de oorlog. En toch heb ik ook heel veel uit de tuin gegeten. Maar dat was alleen in de zomer. En de aardappelen moest je kopen voor de winteropslag. Dat was ook heel gewoon. En vader had 2 varkens in de schuur. 1 werd geslacht en die werd bereid tot worst en vlees en wek. Geholpen door Opo van Bergen. Dat was de moeder van mijn moeder. En de andere werd verkocht en kon vader weer 2 nieuwe varkens kopen. Dat was ook wel na de oorlog nog. Dat ging door. Maar het effect van het hele oorlogsgebeuren heeft eigenlijk geen negatieve invloed gehad op onze gezinsomstandigheden. Sprak u na de oorlog, ik zeg maar in latere jaren, ook met elkaar over die oorlog, hoe het geweest was? Nee, er is nooit na de oorlog over de oorlog gesproken. De onderduiker heeft de oorlog overleefd bij ons. En na die invrijheidstelling is het bij ons bij huis is het boek gesloten. Er is nooit gespraat over de oorlog. Met niemand. Geen vader, geen moeder, geen broer, geen zus, niemand.